Dit is de stand van zaken in de Eredivisie. Het is inmiddels de zesde minuut in de rechtstreekse confrontatie tussen AZ en Feyenoord in de Rotterdamse Kuip. 10 punten verschil pakt AZ definitief de titel hier in dit stadion van Feyenoord. Of moet het Alkmaarders na dat goede seizoen nog even wachten? Feyenoord is gestart met 3 geblesseerde spelers. Van Til is er niet, Nielsen is er niet, De Leeuw gooit nu in. En ook Pierre Vermeulen is er niet, brak aan de bal. En AZ heeft hier Peters weer terug na zijn periode van schorsing. Arntz, AZ heeft ook Spelbos weer terug. Alleen Hovenkamp is er van de basisopstelling niet bij. Hij zit nog wel met een schorsing. Van Rijnsoever speelt voor hem als linksacht. Welzl. Nou, Geurts zegt doorgaan. En Welzl denkt, in betere dagen was dat een strafschop. Ik kan me dat voorstellen. Katsor. Budding. Nu wordt het vol en Wijnstekers wachten zo lang. Katsor. Groenendijk. Een van die nieuwelingen bij Feyenoord. Hans Groenendijk. Het wachten is op de aansluiting van achteruit. Hier komt die aansluiting via Stafleu. Notte. Hens. Van Nieke. Feyenoord heeft nog wel een appeltje te schillen met AZ. Gezien de wedstrijd in de eerste helft van de competitie. Dat liep toen hoog op die score. Omdat terwijl Feyenoord dacht dat het redelijk bezig was in die wedstrijd. Nottens vrije trap. Als strijd of vindt het de muur goed staat. Trouwens ook Van Dijnse kan met links schieten en langs de muur proberen. Het is bekend, beide trekken dan de aandacht. En op een gegeven ogenblik is er iemand. Van Dijnse dus. De muur, dat had dus geen zin. Het had er langs genoeg. Stafleu, buitenspelval is open. Nee, dichtgetrokken door Metgod. Een beetje dom. Notte. Doet er te lang over, Wijnstekers. Van der Meer haalt weg. En dan een toch een doelpunt van Feyenoord Katsor. Ja, het moest er van komen, omdat eerst trok AZ de buitenspelval open. Maar Metgod dacht, ik vind het niet veilig. Hij hing terug, er kwam ruimte. Toen kregen 3 Feyenoorders de kans. En uiteindelijk was het natuurlijk Katsor die het afmaakte, nadat Notter en Wijnstekers dat niet konden. Hier is uittrap. Deze keer niet zo ver, maar met meer succes, want hij komt bij een Feyenoorder. Arntz met De Leeuw. De Leeuw krijgt de vrije trap mee. Kortom, hij deed dat dus handig. Het is een aardige duel eigenlijk wel tussen De Leeuw en Arntz. Arntz de stugge verdediger. De Leeuw de gedrukte jongen. Maar Arntz heeft geen zin om zich in de luren te laten leggen. Peters. Tol. Stafleu. En daar weer Arntz en De Leeuw. Nu de fout van De Leeuw. Metgod Peters. Hensbal zegt Metgod. En Geurt geeft hem gelijk. Peters vrije trap. Spelbos. En Hiele met de lat. Kopbal van Spelbos. Hiele. En de lat helpt Hiele. De Leeuw. Wil een beetje veel. En nodigt dan een tegenstander uit te trappen. Peters. Stafleu. Metgod. Peters. Metgod. Tol. Metgod wilde de bal met de hand spelen. Tol wilde het eigenlijk ook. Maar uiteindelijk ging die bal gewoon voorlangs. Spelbos. Peters. En AZ zet Feyenoord vast. Metgod. De counter is Feyenoord's enige hoop op dit moment. Budding moest wachten, hij was alleen. En een rush alleen had geen zin. Hij kan tevreden zijn met het duwtje van Peters. Want zo krijgt Feyenoord even wat lucht.
een bedenktijd. Wijnstekers, Groenendijk. Nee, mee. En Koster. Doorgaan. Terechte voordeelregel. Peterson. Bal blijft binnen. Actie Groenendijk. Ingeleid door Wijnstekers. Uitrap van Hielen. Waarvoor hij geen prijs krijgt. Vrij staat Welzl nu namelijk. Kool schiet hem wel erg hard voorbij. En Welzl doet vervolgens ook iets fout. En Hielen bewaart niet de nodige rust. Groenendijk geeft dan een nieuwe kans aan AZ. Peters. En na al dat geknoei zit die bal er dan ook echt in. Jan Peters. Jan Peters in de 41ste minuut. Scoort. Na ontzettende stommiteit. Bart. Peterson. Bart. Maar misschien loopt het weer eens bij Feyenoord. Niet buitenspel, Peterson. Dus loopt het bij Feyenoord. En is daar het doelpunt niet. Oh, oh, oh. Wat een kans die je daar weggeeft, Carlo de Leeuw. Veel te zwak ingeschoten door Carlo de Leeuw.